Bij een schietpartij in een zijstraat van de Pleinweg in Rotterdam Zuid is woensdagavond een man gewond geraakt. Hij kreeg een kogel in zijn rug. Het slachtoffer is een 29-jarige man. Op de hoek van de Ebena Ezerstraat en de Eerste Karnissenstraat vroeg hij aan een groep jongens de weg toen hij wat in zijn rug voelde. Het bleek om een kogel te gaan. De man zegt dat de jongens niet hebben geschoten. Waar de kogel dan wel vandaan kwam, weet de politie nog niet. Minister Schultz van Hagen van de VVD staat achter de bezuinigingen op de RET. De oppositie in de Tweede Kamer had veel kritiek op het plan om het openbaar vervoer in Rotterdam aan te besteden aan andere partijen, om daarmee tientallen miljoenen euro's te besparen. Volgens Schultz zijn monopolies niet meer van deze tijd en is marktwerking goed voor de reizigers. Bij het nieuwbouwplan Zalmhaven hoeft Rotterdam geen extra maatregelen te treffen om de geluidsoverlast van het verkeer terug te dringen. Dat heeft de Raad van State bepaald in een beroep dat door de Stichting Bewoners Scheepvaartkwartier was aangespannen. In Salmhaven wordt een appartementencomplex van 545 woningen gebouwd. Omwonenden willen dat de gemeente er stil asfalt aanlegt en de snelheid verlaagt om de geluidshinder te verminderen.